Dank u wel, voorzitter. Meneer de minister-president, ja, met uw zogenaamde stikstofakkoord heeft de Vlaamse N-VA-regering eigenlijk een typisch Belgisch compromis gesloten. Een compromis dat de regeringspartijen redt, maar niemand anders. Want u heeft immers helemaal geen akkoord. De twee grootste discussiepunten die zitten nu verstopt in een onderzoek. Een onderzoek waarvan de N-VA intussen trouwens zegt dat het nooit zal opleveren wat de CD&V wil. En de strategie van de N-VA werd door de partijvoorzitter Bart De Wever in de afspraak eigenlijk uit de doeken gedaan. Hij zei, met een paardenmiddel hebben we CD&V op de knieën gekregen. En inderdaad, Krevits en Broens hebben zich vervolgens met een ezelstamp tegen de muur laten kwakken. Want als hetgeen nu voor ligt per decreet gestemd zou worden, dan gaat de N-VA de CD&V inderdaad kapot maken. En niet alleen de CD&V, maar ook de landbouwsector. Duizenden boeren zijn nochtans met de tractor naar Brussel gereden, onderweg aangemoedigd door vele andere duizenden Vlamingen met één eis. Geef ons zekerheid en geef ons toekomstperspectief. En van de Vlaamse regering krijgen ze intussen onzekerheid en onhaalbare dwangregels. U heeft dus het conflict dat u niet opgelost, gewoon voor u uitgeschoven om uw eigen vel te redden. Maar wees maar zeker, na de euforie van de lachende ministers op de persconferentie volgt binnenkort ongetwijfeld de pijnlijke boemerang. Want de meerderheidspartijen die zorgen intussen met de verschillende interpretaties van dat akkoord voor absolute chaos bij de boeren. De N-VA zegt als het onderzoek uitwijst dat de gelijkschakeling van landbouw en industrie niet kan en dat de verdeling van de uitstootrechten ook niet kan, dan gaan we dat decreet stemmen zonder die twee zaken. En de CD&V zegt, als die twee zaken niet in het akkoord zitten, dan gaan we dat gewoon niet goedkeuren. Dus een nieuwe regeringsclash die dient zich gewoon opnieuw aan. En dus wil ik u vragen, wat zal het nu uiteindelijk zijn? Gaat u met uw meerderheid deze legislatuur nog een decreet stemmen en zal daarin de gelijkschakeling tussen landbouw en industrie opgenomen zijn? Stop met zand in de ogen strooien van de boeren en geef nu eindelijk eens hier vandaag duidelijkheid. Ja, meneer de minister-president, u heeft de tekst van de persconferentie opnieuw voorgelezen, maar veel duidelijkheid is er nog altijd niet. En daarom richt ik mij graag tot de collega's van CD&V. Collega's, jullie partij is intussen al vernederd door de N-VA. Bart De Wever noemde jullie partijvoorzitter de boucher van den Aldi tijdens de solden. En toch hebben jullie ministers zich door de N-VA onder druk laten zetten om iets goed te keuren wat echt een ramp is voor onze land- en tuinbouw. Tot 2025 kan er absoluut niks voor onze boeren en alles wat daarna gebeurt is afhankelijk van nieuw onderzoek. En in 2030 begint heel die miserie opnieuw. En dus hoe kunnen die ondernemers plannen maken? Hoe kunnen die investeringen doen als dat zwaard van Damocles en telkens opnieuw boven het hoofd blijft hangen? En dus vraag ik jullie, geef vandaag nu eens duidelijkheid, meneer Van Rompuy. Jullie ministers hebben zich helaas met een kluitje in het riet laten sturen, maar jullie kunnen hier vandaag nog duidelijkheid geven. Als die gelijke behandeling van landbouw en industrie niet in het decreet staan, gaan jullie dat decreet dan goedkeuren? Als de verdeling van de uitstootrechten niet in het decreet staat, gaan jullie dat decreet dan goedkeuren? Geef vandaag nu eens duidelijkheid aan de boeren die in chaos en onzekerheid zijn achtergebleven na jullie fameuze akkoord. Collega's van CD&V, hoe jullie hier zo onbewogen op jullie stoel kunnen blijven zitten terwijl jullie de ene klets na de andere van N-VA en van de minister-president krijgen, is voor mij totaal onbegrijpelijk. Jullie zouden woedend moeten zijn, want het enige wat jullie vragen is de gelijkschakeling van landbouw en industrie. Maar wat hebben jullie ministers goedgekeurd in de regering? Net de discriminatie tussen landbouw en industrie. Dat is het enige wat jullie op dit moment hebben. En stop dus met de boeren iets wijs te maken, want die zijn aan het investeren, die hopen op toekomstperspectief, maar dat krijgen ze van jullie absoluut niet. En minister-president, er is een Vlaams spreekwoord dat zegt, het is geen kunst om boer te worden, maar om boer te blijven. Wel, met uw
Vlaams regering is het al een hele kunst om alleen nog maar boer te kunnen worden. Het is helemaal onmogelijk geworden. En als je dan de meerderheidspartijen bezig hoort en ziet, dan kan je alleen maar concluderen dat deze Vlaams regering gaat strompelen tot aan de verkiezingen. En ik hoop dat dan de kiezer zijn oordeel bikkelhard zal zijn. En in Nederland zijn het vandaag al verkiezingen, minister-president. En daar wordt de boerenpartij die zich verzet tegen dat groene stikstofextremisme en die opkomt voor de belangen van de landbouw de grote winnaar. En ze gaat de kiezers halen bij de Christendemocraten. Laat dat een les zijn, collega's van CD&V. En hier in Vlaanderen wordt het groene extremisme in de regering vertolkt door Zowel Demir en worden de belangen van de boeren alleen nog maar verdedigd door het Vlaams Belang. Wij zullen voor, tijdens en na de verkiezingen blijven herhalen: stop het stikstoffundamentalisme en laat de landbouw leven. APPLAUS.